In het concept crisis- en herstelplan van de regering is niet specifiek uitgewerkt wat de maatregelen zullen zijn die de productie moeten stimuleren. Tot deze conclusie komen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, in hun commentaar over het document. VSB-directeur Malti Dwarkasing zegt dat de belastingheffende maatregelen daarentegen wel concreet zijn uitgewerkt. We hebben wel gezien en geconstateerd dat de fiscale en de monetaire maatregelen wat beter zijn geformuleerd, specifieker zijn aangegeven en doorgeweken. Maar wanneer het komt op vooral de maatregelen die de productie moeten stimuleren, zien we dat die wat meer algemener in het rapport zijn aangegeven. Waarbij het doorrekenen van deze maatregelen ook niet goed tot uiting is gekomen. Bedrijven ondervinden vooral door de COVID-19-pandemie enorme verliezen, zegt Dwarkasing. Ook zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Ze vindt het daarom belangrijk dat de overheid duidelijk aangeeft hoe de productie zal worden gestimuleerd. We denken dus daarom juist, omdat die situatie zo kritiek is en zo moeilijk, zo abnormaal eigenlijk is, dat we met de overheid in contact moeten blijven treden, met de overheid samen. Moeten nagaan hoe het bedrijfsleven eruit komt, uit deze situatie komt. Dus overleg met de overheid, samenwerking met de overheid is voor ons heel erg belangrijk om na te gaan van welke maatregelen zijn belangrijk, welke maatregelen moeten genomen worden om het bedrijfsleven te stimuleren. VSB-directeur Malti Dwarkasing over het concept crisis- en herstelplan van de regering.